Victor de Vos is uit zijn coma ontwaakt. Het is belangrijk dat we nu één front vormen. We houden ons bij ons verhaal. We hebben schoten gehoord. Verder weten we niets. Ik wil gewoon geld. Wat zouden de kinderen hier aan zeggen? De kleinkinderen. Als oma niet blijkt te zijn, wie ze denken dat ze was. En nu? We gaan straks gewoon naar huis en doen alsof er niks aan de hand is. Dat is precies wat we gaan doen. Er waren vanochtend twee rechercheurs op Zwanenburg. Het onderzoek wordt heropend. Ze hebben helemaal geen nieuwe aanwijzingen. Dat verhaal houdt geen stand. Dit gaat om de veiligheid van de hele familie. Victor is een bedreiging voor ons allemaal. Victor is mijn probleem. Ik los het op. Dus jij denkt dat we safe zijn? Het enige wat hij wil is geld. Laat het niet gebeuren! Dit is een soort weldoordacht plan. Jij spoort niet. Alles in mijn leven hangt van leugens aan elkaar. Dit is het einde van Castor. Je had beter moeten mikken, man. Nu komen we nooit van die gast af. Wat is dit voor iets zieks?